Jeugd en een hem. Ja. Waar was je? Ik was, jongen, deze pokoe ben. En ik zat in Suriname tussen de palmbladeren. Zat ik te schuren met een meisje. Onder de garage van mijn oma waarschijnlijk. Oh, heerlijk. We gaan natuurlijk naar de jury. Angela? Ja, Jurgen, ik vond dit wel vrij serieus. Ik zie jou toch liever in een vrolijke uptempo. Dat je gaat dan weer regelen later. Kom straks. Met die billen een beetje zwaaien. Dan vind ik jou gewoon beter tot je recht komen. Maar ja, dit is natuurlijk wel James Ingram. Dat is natuurlijk niet niks. Nee. En dan hou je dat toch wel gewoon stabiel goed vol. Dus dat vind ik dan wel weer knap van je. Oh, dankjewel. Ja, ja, je bent heel stabiel. Ik ben heel stabiel en knap. Ja, dat is... Ronnie? Ja, maar Jurgen, nee, je hebt de uitdaging opgezocht. Ik denk dat het wel een nummer is waar de zanglijn best moeilijk is om waar te maken als niet-zanger. Maar je hield je wel staande. Daarnaast wil ik een compliment aan Treintje geven voor het vlammen van die bridge. Want dat was wel echt super heavy. Ja, toch? Dank je. Ja, absoluut. Dat brengt ons bij de punten. Gerard. Maak er toch wel een achtje van, Jurgen. Toch? Oh, dankjewel. Nou. Ja. Hey. Dankjewel, dat vind ik heel fijn van je. Dank je wel. Nou. Angela. Ik denk dat je het kan hebben en straks die heupen los. Ik geef je nu een 7,5. Is goed. 7,5? Is goed, schat. Ronnie? Van mij krijg je ook een 7,5 hier. Dank je wel, man. Twee keer 7,5 en een 8. Ik